want hij is PSV-supporter. En hij was gisteren in het stadion. Daar zijn beelden van. He's fighting my brother, you see? He's fighting my brother. Why? He's fighting us. Gedonder vanmiddag in Amsterdam-Oost. De man in het midden is van de woningbouwvereniging IJmeren. En de twee naast hem zijn krakers. Zij drongen de woning binnen terwijl de medewerker van IJmeren aan het werk was. Ja, die man doet gewoon zijn werk en jij bent in een huis wat niet van jou is. En dan breek je in en dan kraak je. Ja, dat is beneden alle peil, gaat alle normen te buiten. En ik snap echt niet dat we hier nog een discussie over moeten hebben. Maar ja, de gemeenteraad van Amsterdam is nogal links. En die zeggen ja, dat moet kunnen. En ik snap er echt geen ene bal van. De man blijkt, zo is het onderzoek naar voren gekomen. Zich al vele jaren bezig te houden met het hacken van iClouds van met name vrouwen. Ja, dit was het is gewoon een sneuwe actie. Nou, dan zit hij natuurlijk hier in het filmpje omdat hij ook een kandidaat was voor de VVD. En ik zag op Twitter best leuke grappen erover. Maar het is natuurlijk in en in triest. Het is voor die vrouwen verschrikkelijk dat die gast die foto's eraf heeft gehaald. Ja, dat wordt ook overal geassocieerd met VVD en ik ben eigenlijk wel helemaal klaar mee met al dat gedoe. Als jij denkt, ik wil aan vrouwen zitten die er geen zin in hebben, blijf dan lekker weg. En als jij denkt, ik ga foto's hacken van anderen, word dan ook gewoon lekker geen lid. Want dat past niet bij ons, dat hoort niet bij ons. Je moet het gewoon ook sowieso niet doen. Dat is Klaas Dijkhoff. Die gaat vandaag niks doen op het Binnenhof, dat heeft hij ook gezegd. Want hij is PSV-supporter en hij was gisteren in het stadion. Daar zijn beelden van. Ah, jammer, er staat één broertje net buiten beeld. Ja, hier ben ik wel fan van, PSV. Dit was natuurlijk fantastisch. En het was een groot feest. Dus ik heb me goed vermaakt zondag in het stadion. Nee, ik ben van tevoren wel in de stad geweest. Na de wedstrijd, ik moest ook nog rijden. Dus ja, dan moet je het bescheiden houden. De avond zelf, de huldiging, heb ik helaas ook moeten missen. Er werd wel gezegd dat ik er was, maar helaas moest ik... voor de VVD optreden, was ook leuk hoor, een ondernemersdiner, maar ja, dat stond al jaren in de boeken. En daar hadden we geen rekening mee gehouden dat we zo vroeg al kampioen gingen worden. Dus even aandachtspuntje voor volgend jaar.